Hey kijkers van Toestel Gamers, welkom bij deze video die niet helemaal een review is. Het is meer een hands-on. Ik heb voor het allereerst een nieuwe muis kunnen proberen. En het is een Logitech muis die net uit is. Alleen ik heb hem dus al een week. En het is de G502, oftewel de Protus Core. Ik ga jullie zo meteen laten zien en vertellen waarom ik hem heel erg tof vind. En waarom dit nu mijn muis is, samen met de 602 verras ik op reis ben. Ja, en allereerst, dit is hem dus, de Protus Core, oftewel de G502. Mag ik niet helemaal de opvolger van de G500 noemen, want het is echt iets compleet nieuws en ik vind het super tof dat ik hem al meer dan een week heb kunnen testen. Hoe ziet het ding eruit? Ja, strak. Ik kan er niks anders van zeggen. Ik moet zeggen dat ik vind het op de 602 na, mijn huidige muis, een van de tofste muizen op dit moment gewoon. Kijk hoe het eruit ziet. Het heeft gewoon swag. Voorkant ook, mooi metalen wieltje. Mooie blauwe lampjes. En dat blauwe accentje daar. Eigenlijk dat is dus waar je je duim op legt. Het ziet er gewoon super vet uit. Voor de rest zitten er ontiegelijk veel nieuwe features in. Onder andere 12.000 dpi. Daar gaan we het meer over hebben. Dit is trouwens de prachtige doos die je ziet ervan. Het is allemaal super gaaf. Er zitten een paar extra knoppen op. Sommige knoppen heb je niet helemaal nodig. Ik ga het even proberen te laten zien. Trouwens, in de hand. Het is echt een kleine muis. Dus voor de wat jongere mensen van 12 tot 14. Super makkelijk, ook voor meisjes. Maar bijvoorbeeld hier kun jij dus heel erg makkelijk je dpi mee instellen. En zoals je ziet, het scrollen, dat gaat gewoon normaal. Totdat je dat knopje indrukt. En vervolgens scrollt hij helemaal vrijelijk. Meestal is het alleen met muizen van boven de 100 euro. En hier zit het gewoon op. Super gaaf. Even om te bewijzen. Vrouwenhandje, Revé, houdt hier de 502 vast en hier de 602. De 502 is gewoon een stukje kleiner als de 602. En zeker kleiner als de G500 en de G700. Je ziet ze nog eens een keer op een rij. Ik heb eventjes de 602 gepakt omdat het mijn huidige muis is. Hij is echt een stukje breder, jongens. Geloof mij maar gewoon daarop. Als je hem dan eens even van de onderkant bekijkt, heeft hij een soort ruwe pet, noem ik het maar even. Het is een beetje moeilijk te zien natuurlijk. Ik zal zo meteen ook de camera draaien. Maar hij ligt ontiegelijk lekker. Vooral op een Logitech muismat. Ik wil ook op een gewone ondergrond. Maar ik raad echt een muismat op. Kijk, het is een soort structuurtje wat erop zit. En het werkt echt super fijn. Nog even één keer dus. Hoe werkt het precies? Je hebt hier trouwens dus gewoon het scrollknopje. Logisch, daar zit hij weer altijd bij een muis. Hij ligt super vast. Hij zit niet te wiebelen of te wankelen. Even voor het idee. Dit is mijn hand. Dit is mijn vuist. En zo klein is dus die muis. Moet je kijken. Het is echt een klein muisje, maar niet te klein. Het is gewoon super fijn. Dit knopje doet trouwens helemaal niks. Maar hier zit nog een fire button. En die ik nou indruk is dus om de dpi in te stellen. 12.000 dpi, jongens. Holy shit, gewoon. En zo kan ik wel dingen blijven opnoemen wat ik er toch van vind. Het belangrijkste natuurlijk dat die ongeveer 80 euro is. Ik heb hem bij Alternate in een linkje staan. Dus als je hem wilt bestellen, dan kan dat. Klik daar gewoon eventjes op in de beschrijving. Maar dat hoeft niet als je een goede muis hebt natuurlijk. Ik vind het persoonlijk, en ik heb het ook al een paar keer gezegd, ik vind het gewoon tof dat Logitech de stoere, ik zou ietsje donkerder trouwens, de stoere kant op gaat met hun muizen. Het is echt, het is gewoon dat je denkt van bam, waar zeg maar de G500 en de G700, en ik ga het niet vergelijken met een ander product, want dit is de Protus Core, maar waar die zeg maar nog een beetje dat grijze hadden, in plaats van wat eigenlijk de hele gamingmarkt al had met zwart, hebben zij nou ook gedaan, en ze hebben echt van het aanwezige blauwe licht gemaakt. Echt Logitech, je ziet het gewoon. En het zou Logitech ook niet zijn als het niet Science Wins is. Hun mooie motto natuurlijk. 12.000 dpi in deze muis. En dit is niet eens het topmodel. Ik ben heel erg benieuwd wat ze nog meer gaan doen. Ik hoop dat dit een beetje de voorbode is voor de hele lijn. Ja, en mocht jij dus die gamer zijn die niet draadloos wil zoals de 602, ga dan voor de 502 Protus Core. Want goedemorgen.